Hallo, ik ben Louise, ik ben 22 jaar en zit momenteel in mijn laatste jaar Handelswetenschappen met afstuderen richting Fiscaliteit. Uh, hiervoor heb ik Accountancy Fiscaliteit gestudeerd aan de Artevelde Hogeschool en daarna dus geschakeld naar Handelswetenschappen. Uh, zelf heb ik heel lang getwijfeld of ik al dan niet deze stap zou zetten met dan vooral de wiskunde in mijn achterhoofd, want in het middelbaar heb ik TSO Handel gevolgd, wat maar drie uur wiskunde heeft en uh, daarna dus drie jaar geen wiskunde meer gehad. Maar door te praten met andere schakelstudenten heb ik dan toch de stap durven zetten naar de universiteit. Uh, de stap van de hogeschool naar de universiteit is wel een vrij grote stap. Het zijn grote pakken om te studeren en ik vind zelf dat er in het schakeljaar ook relatief veel vakken zijn. Maar met de nodige inzet en motivatie moet dat natuurlijk wel lukken. Uh, ook UGent helpt hier een handje bij. Zo is er in de zomervakantie de wiskundecursus die iedereen kan volgen. Wat wel een goede basis geeft om te starten met de oefeningenlessen. Uh, het Monitoraat van UGent organiseert zelf ook extra oefeningenlessen voor wiskunde. En dat geeft de studenten dan de mogelijkheid om extra vragen te stellen of extra oefeningen te vragen. Uh, de theorielessen worden ook opgenomen van wiskunde. Dat vind ik zelf een zeer groot pluspunt, want dat geeft jou de mogelijkheid. Uh, om de lessen te herbekijken als je eens niet naar de les bent kunnen gaan of je begrijpt iets niet goed. En verder is er natuurlijk ook de steun van al de medestudenten. Dit alles heeft het voor mij iets makkelijker gemaakt om door het uh, schakeljaar te geraken. En zelf zou ik het wel iedereen aanraden om het te proberen. Succes!